Zonnebloempendelbus door prinses Margriet onthuld. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Vanmorgen in de stromende regen kwam Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet naar Paleis het Loo toe om de allereerste zonnebloempendelbus in gebruik te nemen. Ondanks het slechte weer was de belangstelling groot en was de pers ruim vertegenwoordigd. De pendelbus is geschikt voor mensen met een rolstoel. Is dit een standaardbus of is die speciaal bedacht voor het Loo? Nee, hij is speciaal gemaakt voor het Loo. Dus de pendelbus is een standaard pendel. Maar de aanpassing om een rolstoel naar binnen te krijgen, dat is het nieuwste van het nieuwste, heb ik gehoord van de leverancier. Dus dat is helemaal nieuw. Nou heb ik begrepen dat dit deel is van een wat groter project. Op Paleis het Loo van de Zonnebloem en nog andere? Ja, ook de Vriendenloterij is hier bij betrokken. Dus vorig jaar heeft de Zonnebloem gehoord van de mensen uit de achterban. We zouden heel graag naar Paleis het Loo willen. Alleen de toegankelijkheid is niet optimaal voor iemand in een rolstoel. Nou, we zijn toen gaan kijken van wat zou je dan beter kunnen doen. Samen met Paleis het Loo hebben we een aantal verbeterpunten gezien. Nou, een van die punten is die pendelbus. En met een extra donatie van de Vriendenloterij is dit project ook mogelijk geworden. Die blijft dus ook gewoon standaard op het Loo, die bus? Ja, dit is een duurzame oplossing. Deze pendelbus blijft hier gewoon de komende jaren rijden. Is ook voor iedereen toegankelijk, want hij heet dan Zonnebloempendelbus. Maar iedereen die in een rolstoel zit, kan er gewoon gebruik van maken. De ingebruikname van de Zonnebloempendelbus staat ook symbool voor de officiële start van het project Paleis het Loo toegankelijk voor iedereen. En wat is de verwachting van het gebruik? Want er is sprake van een aantal duizenden extra bezoekers. Nou, de Zonnebloem komt dit jaar al met 10.000 mensen naar Paleis het Loo toe. Maar ook de komende jaren verwachten wij dat uit onze eigen achterban mensen het paleis gaan bezoeken. Ja, en daarnaast neemt het aantal minder valide helaas nog steeds toe in Nederland. Dus voor de toekomst biedt dit alleen maar heel veel mooie mogelijkheden. Prinses Margriet en een vrijwilliger in een rolstoel reden als eerste een rondje door de tuinen van het Loo. Door de bezuinigingen bij de gemeente is er nog maar 2,5 ton per jaar beschikbaar om sportclubs financieel te ondersteunen. Hierdoor gaat de gemeente andere richtlijnen toepassen bij de subsidieaanvragen van de sportclubs. Zo gaan vitale clubs voorrang krijgen bij de subsidieverdeling. Er zijn veel sportverenigingen die het financieel moeilijk hebben, die met deze koerswijziging mogelijk buiten de boot vallen. Dat erkent ook de vereniging Sportraad Apeldoorn, die gaat kijken of er een aantal verenigingen moeten gaan fuseren. Sportverenigingen die niet tijdig kunnen anticiperen, zullen met deze nieuwe regeling het mogelijk niet gaan redden. Het college van burgemeester en wethouders willen de start van de Giro d'Italia in 2016 in Apeldoorn hebben. De grootste wielerronde van de wereld zou voor Apeldoorn een goede economische impuls kunnen geven. Volgens de Nederlandse organisatietak van de Giro, Libema Prof Cycling, maakt Gelderland een goede kans. Behalve Apeldoorn wordt ook Nijmegen genoemd als potentiële startplaats. De provincie Gelderland is niet de enige provincie die aast op de start van de Giro d'Italia. Ook de provincie Noord-Brabant wil de Giro binnenhalen.